Mangosticks met bacon en een pikante dipsaus. Dat staat er vandaag op ons aperitief menu. Heel eenvoudig, super lekker. Ik ga eraan beginnen. Ik heb nodig 1 mango. We gaan sticks maken van mango. Dus we gaan die eerst schillen. En dan ga ik zo stukjes snijden. Eigenlijk hele dikke frieten. Je gaat wel zien. In de mango zit zo een platte pit eigenlijk. Dus dat weten we. Dus ik ga zo dicht mogelijk tegen die pit. Als je daar mooi tegen zit. Hier hebben we ook nog een beetje ruimte om een stuk af te snijden. Hier met hetzelfde. En dat bijt je mooi af langs de pit. We gaan er zo gewoon de poepjes afhalen. En dan snijden we een beetje dikkere frieten precies van de mango. Dat je zo dit ongeveer hebt. Dat mag dat zijn. Dus, ik heb mijn dikke mangofrieten, zal ik dat maar zeggen. We hebben hier een goed stukje ontbijtspek. We gaan die sticks daar mooi mee omwikkelen. Zorg ervoor dat dat een beetje strak is. Nu gaan we dat bakken in een pan. De vraag is, moet je je vetstof in die pan doen? Nee, natuurlijk, want dat spek is vettig genoeg. De truc is, dat is eigenlijk een belangrijke truc, het stukje spek dat van onder geplooid wordt eigenlijk, onder uw mango, dat je dat eerst in de pan legt. Dan pakt dat mooi aan en dan krult dat niet los. Ondertussen heb ik tijd om mijn saus te maken. En die saus bestaat uit cocktailsaus. En daar gaan we nog een klein beetje limoensap bij doen, een teentje look aan toevoegen en een chilipeperke. Dat chilipeperke dat mag wel wat piet hebben, dus daar mag een hele chilipeper in. Ik ga beginnen met mijn limoen. Je weet, een limoen dat moet je masseren. Hè. Heel mijn keuken beweegt wel, maar dan krijg je daar veel meer sap uit. Ik ga daar een teentje look bij raspen. Ik doe dat graag op zo'n rasp, dat je nog niet te dikke stukken hebt. Voilà. De chilipeper. Heel pikant, hè, mannen, dat weten we. Nu, het mag wel echt pikant zijn, hè, want die mango is zo lekker zoet. Kijk, we snijden dat. Goed klein. Hak dat maar een beetje fijn, hè. Gewoon. Voilà, zie. Hup, dat mag erbij. Wat hoort daar nog bij? Bij limoen. Koriander. Fijn snipperen. Je weet, ik ben echt een koriander lover. Niet iedereen heeft dat graag. Gebruik dan gewoon een beetje platte peterselie. Dat kan ook perfect. Hierbij komt onze cocktailsaus. Oeh, het is wel pittig. Maar dat mag wel, hè. Geen probleem. Kijk, meer is het eigenlijk niet, hè. Zo kom ik aan. Mensen die niet graag pikant eten, gewoon basiscocktailsaus is daar ook heel lekker bij. Zo. Ik had gezegd mango sticks. We gaan die daar gewoon zo inschuiven. Hier, hè. Oh, dat gaat lekker zijn, mannen. Kijk, gewoon dat erin. Je doet dat zo op een kommetje. En dat is de beste fingerfood dat je maar kunt bedenken. Geef toe, moeilijk is het niet. Hè. Een paar blaadjes verse koriander nog overleggen of strooien. Al is het alleen maar voor het zicht. Hè. Kijk, dat leggen we er zo bij. Mango sticks met bacon en daarbij een lekker pittig sausje. Smakelijk.